bij Kees Dijkstra van de Lidshop. Onlangs is hier wat veranderd in de winkel. Wat is er gebeurd? De ING is bij ons weggegaan. En de ING had bij ons 15 vierkante meter in de winkel. En die ruimte moest natuurlijk netjes opgevuld worden. Daar hebben we een mooie hele grote kaartkiosk voor gebouwd. We hebben een hele mooie kinderhoek hebben gebouwd. Dus zijn we gewoon alles weer aan de hand en helemaal weer frisse fruitig neergezet. Alles fris en fruitig neergezet. Alles uiteengezet. In wat allemaal? Nou, wij hebben de kinderboeken die achter in de winkel stonden, hebben we dat uitgehaald. Die hebben we naar voren gebracht voor in de winkel. We hebben de kaarten weggehaald, die zijn naar rechts gegaan. Zodat we van buiten meer contact hadden met binnen. Dus klanten konden nu ook zien dat we meer verkopen dan alleen de wenskaarten. Want vroeger was het echt bijna een wenskaartenwinkelachtig gebeuren. Dus een kaart, de kinderboeken tot en met 12 jaar staan voor, zowel de tijdschriften als de boeken. Dat gaf ons in de boekenwand ruimte om een top 10 in het Engelse boek te introduceren. Dus Young Adults verder uit te breiden. En het normale romans en dergelijke meer te publiceren en echt veel groter neer te zetten. En daarna zijn er puzzels en spellen bijgekomen. En we hebben een hoek met herdenken en gedenken voor jong overledene kinderen ingebracht. Iets wat ons persoonlijk zeer na aan het hart ligt. En dan heb je zo kaarten, boeken, tijdschriften. En dan heb je ook nog een beetje kantoorartikelen en zo. Kantoorartikelen hebben we ook, maar daar hebben we niet zo gek veel in gewijzigd. Dat is wat gebleven. Er is wel een nieuwe gondola gekomen. We hebben het wel weer beter neergezet, ruimer neergezet. Wat gesaneerd van wat er niet liep, hebben we eruit gehaald. Dus het staat gewoon weer netjes voor elkaar. Maar goed, je winkel ziet er weer fris en fruitig uit en je kunt er weer even tegenaan, lijkt me zo. Dat dacht ik toch ook. En zo gaan we ook weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet wat dat betreft.